het serieus ineens hoe ik een tompoes moet eten. Hallo mensen en welkom op deze nieuwe vrijdag. Vandaag wil ik het met jullie hebben over... Ik heb geen idee. Ik heb een idee. Oh, wat zou er nu blijven? Oké, nee. Ik ben zojuist op het idee gekomen dat we het maar moeten gaan hebben over verschillende typen leraren. Want... dat zijn er nogal wat. Laten we beginnen! Oké, om te beginnen heb je die leraren die gewoon nog steeds leven in het jaar 1980. Die op een of andere manier een of andere afstandsbediening hebben. Die ze in hun eigen hoofd continu op pauze hebben staan. En niet meer weten hoe ze op de afspeelknop moeten drukken. Yes! We gaan een video kijken. Hoe moet het geluid aan? Dan zet u het geluid aan. Hoe moet dat? Maar... kan nog erger. Wat een aanknop? Wat is dat nou weer? Dan heb je leraren die zelf niet eens snappen waar ze mee bezig zijn. En dan komt daar x is 16 uit. Huh? Oh, dan heb ik het fout. Nee, wacht. X is 15, sorry jongens. Ah, heb ik het toch goed? Nee. X is 16, spijt me. X is 16. Leraren die grappig denken te zijn. Dus, Piet, je weet nog niet eens wat 1 plus 3 is. Wat? De veel te strenge leraren. Ja, Peter, bliksemmanier, de ruit. Maar meneer. Nee, de ruit. Ja, daar sta ik uw blik ook niet aan. Dat wordt dus 2 uur extra nakomen. Oh, duur van tegenwoordig. En dan heb je nog leraren die denken dat ze cool zijn of zo. Hé jongens, kijk ouwe, ik draag pen. Ik ben cool hè. Maar ik ben zo gek. Meneer. Ah gast, even dimmen. Chill out. Nou, dit ding dat maakt dus ook geen verschil meer. En dat waren de verschillende type leraren. Heb jij nou nog een leraar die ik hier niet in genoemd heb in deze video? Laat hem dan even hieronder achter. Dan komt er misschien nog een tweede video met nog meer verschrikkelijke leraren. Die we dan gaan bespreken in de video. Vond je de video leuk? Geef dan even een duimpje omhoog. Als je op de hoogte wilt blijven, abonneer dan even. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Ciao!